vandaag doen? Wat zit er in je tas? De uitnodigingen. Hola! Weet jij dat we daar een beetje mee bezig zijn met het maken ervan? Ik weet alles, Guus. Dat weet je toch? Hallo! Hallo! Wij zijn vandaag kijken. Dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Jouw mond nog geschone poetsen, junior? Oh, doe je dat zo? Ja. Katver. Met zijn eigen tuf. Ja, pak dat niet meer als tuf. Nee, vindt hij niet zo leuk als ik dat doe. Ja? Ja. Wat gaan we vandaag doen? Wat zit er in jouw tas? De uitnodigingen. Voor jouw feestje. Madelief heeft het al gedaan. Die heeft het feestje 27 maart. En wat jij hebt in mijn tas? Jij hebt jouw feestje 3 april. Bij jou zit er een kookboek in je tas. En ik En er is een uitzondering, want Madelief mag vandaag met haar trainingspak naar school. Mama, mag ik alsjeblieft een keer met een trainingspak naar school? En omdat het nieuw is. Je hoeft er geen jas aan, de zon schijnt. Ja, het zou 17 graden vandaag. Nee. Nou, pak je tas maar. IJsjes verkopen. Ja, eindelijk. Uit school, ijsje. Is goed. Ik heb pas alleen met Nout en Marlies nog een ijs gehaald. Zo. Pak maar even je jas. Ja, dat is al aan. Tas. Sorry, tas. Tas. Tas met uitnodigingen. Tas met uitnodigingen. Maar liefje, je zet de dromer. Kom. Ja, jas? Allebei nog even je laatste slokje. Je jas? Eerst de jas. Ah. Ja? Jullie ook je laatste slokje? Ja? Ik vond het dromen. Ja. Jij een poeder. Kijk, dat doen we net als in een chique restaurant. Doe je dat wat zo? Met je jas? Dat wil ik nooit. Dat zeg ik altijd. Geef maar. Doe het zelf wel. Die jas die ga je niet in de bakkerij of zo hangen, toch? Nee. Oké. Nee. Ik doe wel mijn andere jas aan. Die schoenen zag ik ook al zo zonde. Je hebt van allebei een goede jas en goede schoenen. En bakkerijjas en schoenen, maar het gaat als fout in de, in de logistiek. Je tas, schatje? Nu alles weg? Alles is schoon. Hola! Kom we're here in the car. Ben je nou? Ja. Aan vloggen. Ja. Ja, we rijden nu voorbij waar jij ons getrakteerd hebt op de lunch, Eline. We hebben gewoon helemaal niet daar. Te erg, hè? Ja, wacht, ik wil even kan zien. Het was zo. Kijk dat. Il Limone in Breda. Echt een aanrader. Wij houden zelf natuurlijk heel erg van Italiaans. Ik weet niet of jullie dat wisten. Oh, maar het was zo lekker. We hadden lekker wat dingetjes gedeeld. Dat is ook echt om aan te raden. Gewoon lekker wat delen. Dat is altijd wel goed, weet je wel. Want stel je voor je neemt één gerecht. Bij wel gewoon een lekker restaurant. Maar het is toch niet jouw ding. Dan heb je al een stomme ervaring daar. Maar stel je voor je neemt 4 gerechten. En je doet het gewoon allemaal lekker delen. En als er één slecht is. Ja, dan heb je gewoon nog 3 andere lekkere. We hadden pinza romana. Ja. We hadden pinza romana. En als jij een trouwe kijker bent, dan weet jij dat we daar een beetje mee bezig zijn met het maken ervan. Hij gaat omhoog. Want we waren natuurlijk in Italy geweest. En daar hebben ze geproefd en het is zo lekker. Ja, daar waren ze echt heel goed. Daar waren ze echt super goed. En daar konden ze hier ook nog niet aan tippen. Maar ja, ons lukt ook nog niet helemaal. Nee. Dus het is gewoon lastig om te maken. Maar het is wel heel erg lekker. En ja, het was ook echt mooi. Ik was helaas vergeten te filmen. Maar je kan ook lekker verse groentes en zo halen. Voor als je een keer geen zin hebt om te koken. Ben je nou reclame aan het maken daarvoor? Nee, maar het was gewoon super lekker. Dus als jullie nog een leuke Italiaans restaurantje zoeken. Ze hebben nu alleen maar wel lunch. Maar ze gaan ook diner doen. In Breda is niet normaal hoeveel van die fatbikes je ziet. De jeugd zit allemaal op zo'n soort brommer dingetje. Ja, heel veel ja. Maar oké, het is dus een aanrader dus. Go there. Ja. En vertel maar waar je wil als je 18 jaar wordt. Waar we besproken hebben. Hoezo? Oh, dan niet. Dat gaan jullie nog zien in de vlog binnenkort. Ga ik eens doen voor mijn 18e verjaardag. Raad misschien weten jullie het al. Oh ja, raad het. Eline voor haar 18e en dan koop ik het ook. Nou, grapje. Ik wil zeggen, dan koop ik het. Hé, meneertje, pas jij maar eens even op jij. Ja, die keek niet naar in. Zo. Die steekt gewoon over. Dat gaat gewoon goed. Ja, omdat jij goed kijkt, maar stel je voor, jij zit niet op te letten. Nou, dan was die dood. Nee hoor. Jawel. En ik ga vanavond lekker een HelloFresh maaltijd koken. Oh. Want daar heb ik zin in.
Papa gaat naar de harmonie en naar de kapper. Ja, en ik ga papa zijn wenkbrauwen van de week verven. Heb je daar gekocht als spul? Nee, heb ik nog geen tijd voor gehad. I swear. Kijk, je wenkbrauwen verven? Ja? Ja. Omdat mijn wenkbrauwen... Want gisteren zei papa tegen mij, oh Eline, wat zijn je wenkbrauwen toch mooi. Doe jij die verven, zei ik. Ja. Nee, maar jij moet dat wel doen, zei ze. Ja, maar Hans en Ronald zeiden ook en die hadden daar zo'n dingetje ja, voor. Ja, maar je hebt een speciaal wenkbrauwenverf voor, zei je. Oh. Ja, gewoon bij zij zei van dat baard, van dat ja, baard ding. Ja. En dan moet je met zo'n almascara borsteltje mee of ja. Zo. Maar Eline weet hoe dat moet, dus die doet dat bij mij. Ja. Dus ook gelijk mijn wenkbrauwen knippen. Maar doe ik morgen. Mijn wenkbrauwen zijn gewoon een beetje licht. En als dat donker en lang af en toe. Ja, weinig haar. Maar dat maakt het niet uit. Je hebt sowieso weinig gezichtshaar. Daar ben ik wel blij om. Echt niet. Wil je niet een mooi stoppelbaardje? Ja, een mooi stoppelbaardje. Ja, mag ja. Kun je alles hebben, hè? Nee. Maar oké, dat was dus even ons Breda-avontuur. En nu gaan we onderweg naar huis. Peace out. Eline heeft lekkere, hoe heet het? Lasagne soep? Lasagne soep gemaakt. Ik zei al, Stan vond het zo lekker. Ik ook. Dus vandaag staat het nog een keer op het menu. Melk vond het ook lekker. Zo te zien extra veel, dus we doen morgen ook. Het is wel een grote pan. Ja, als je morgen zo wilt. En heeft er iemand nog iets te vertellen verder? Iets meegemaakt? Iets, ja. Iets, Ik heb met Lout. En mama lief een ijsje. Ja, ik heb naar werk ook een ijsshop. Ik heb ook een ijsshop. Oh, ik heb nog geen ijsshop. Nee, het is ook echt ijsjes weer. Ik wil wel een ijs halen. Was vanmiddag zo lekker weer. Het was heerlijk. Ik heb van mij zo'n ijs halen. Mama? Dat is vriendin van jouw jarig vandaag. Ja, die is ijs. Ja. Hoe weet jij dat? Ik weet alles, Guus. Dat weet je toch? Ja, maar hoe weet jij dat? Ja, ik weet alles. Oh, die is jarig. Ja. Die had, Hoe weet jij dat? Ja, maar weet je alles? Ja, hoe weet jullie dat? Wat is voor jullie op? Ik weet van jouw snapstory. Mag ik dan? Ik ook. Mag ik eten? Ik ook. Nee, heb je al op vandaag. Oh, doe je niet doen. Jij moet ook wel even gaan eten. Je kunt geen auto's eten. Ja. Papa is al naar de harmonie. Eerst naar de kapper en dan naar de harmonie. Vies laat thuis vanavond. Ik ben de auto. Oh, dat weet ik, denk ik wel. Jij hebt je moeder op Facebook. Ja. Dat klopt, ik heb die moeder op Facebook. Ik had het zelf op de snapstore. Ja, ik heb haar niet op snap, maar ik heb wel haar moeder. Die heeft vroeger bij ons gewerkt in de bakkerswinkel. Dus die, daar ben ik nog Facebook vrienden mee. Wie zijn jullie? Hoe kan je dat ook zien, want je hebt zoveel Facebook vrienden. Nee, ik heb er helemaal niet veel meer. Ik heb echt iedereen, ik heb mijn eigen voorgenomen dat ik alleen maar Facebook vrienden neem. Die echt ken. Die ik echt ken. En die als ik die op straat tegenkom waar ik hoi tegen zeg. Of die hoi tegen mij zeggen, zeg maar. Dat denk ik, die ga ik volgen. Maar anders, iedereen kan daarna ook kerkjes volgen. Hoe heeft het dan ook voor nut om nog mijn eigen Facebook eigenlijk bij te houden. Dus dat doe ik eigenlijk ook helemaal niet met zoveel opzetten. Ja. Nee, echt alleen alles dubbel. Hoogtepunten, ja. Dat we nou in Parijs waren, had ik erop gezet. En de auto heb ik erop gezet, ja. En verder. Ja, nou, iedereen op school weet ineens dat, dat jij een nieuwe auto hebt. Ja. Nou, volgens mij is het nog een keer gezegd hoor, dus ik weet niet wie dat bij allemaal weet, hè. Conciërges, docenten. Ja, die volgen ons allemaal, hè. Ja, weet je niet hoe raar dat is? Ja, en heeft je moeder een nieuwe auto? Wat zei je? Nee? Ik zei ja. Hoe kom je erbij? Hoe kom jij daarbij? Hoe weet jij dat? Hoe weet jij dat? Ja, volgens mij, ik moet zeggen dat wat ik, maar toen zei ik zo, ja, hoe weet jij dat? En toen zei ze zo, ja, dat weet ik ook niet. Wat weet zij? Oh, ik dacht Alt. Nee, hoe zei ik? Puntje, dacht ik. Alt zei tegen mij. Papa, die rijdt... Papa die wilde eigenlijk ook vanavond ermee naar de harmonie gaan. Ja, ik heb er nog niet eens in gezeten. Ja. Ik heb wel. Kan je mij morgen niet naar school brengen? Nee. Ja. Oh. Ik heb er echt 10 keer in gezeten. Ik heb 10 uur pas naar school. Ja, dan kan je niet ophalen. Ik kan je wel. Ik ook. Kan jij me ophalen? Om 3:30. Je mag mij ook wel even nemen. Maar ik weet alleen niet dan hoe Alia naar school gaat. Jij bent ook met een pink Porsche. Je kan niet mij en Anja. Nee, dat gaat niet.
Of jullie gaan samen met de bus en de trein terug? Nee, dat doen we het nog wel een keertje. Dan breng ik je nog een keer naar de bus. Ja, dan breng je ons samen halen. Als we ook even laten uitzagen. Ja. Dat vind ik ook wel cool dat ik dan met de pinkpurs terug en achterop ben om de scooter terug. Heen en terug. Heel cool. Jullie hebben elkaar super ver. Eline kan niet wachten totdat ze de rijbewijs heeft. Ik was ook blij dat jullie hoor. Dus zij hadden, ga ik jullie overal naartoe brengen en halen. Overal, dat mama, dan hoef jij nooit meer te rijden. Ja. Ik een feestje met die pink Porsche komt Eline zo aangereden. Hey, ik was al benieuwd. Jullie nog? Die zei ik net al, die auto is nu weg. En we gaan eerst eten en daarna kan je spelen. Hey, papa zei al, ja, dan zul je wel gevraagd worden of je met dit gala wil rijden. Ja, met die auto. Ik ga rijden. Oh? Wist je dat niet? Nee. Met Robin, Judot en Isrine. Bij wie? Bij rijden. Wat zeg jij nou? Bij Judot en Sefton. Die moeten examen, die doen examen, die hebben gala. En nou? Nou, kunnen we eraan dat we met iets anders. We gaan mooi in iets anders. Gaan we waarschijnlijk met Teddy. Die zal wel op zijn elektrische fiets gaan of zo. Denk ik. Daar hoop ik. Teddy achterop. We staan met Teddy in een tandem. Ik kan ook nog. Het is wel leuk om te gaan kijken. Junior heeft de lepel gesloopt. Uh-oh. Nee. Nee. Junior toch? Ja. Nou, kijk eens uit. Nee, dat is niet. Ja, dat kan gebeuren. Dat is nou, sloop nou weer alles. Altijd jij, hè? Ja, je wou toch geen soep, dus die is niet nodig, hè? Je moet wel even iets eten. Hij probeert het zielig te doen, maar hij weet het wel leuk. Wil je garlic bread? Nee. Dan lust jij wel. Je garlic bread. Garlic bread. Wat is dat? Het is hartstikke mooi vandaag. Mij ook. Wat is garlic bread? Dat is garlic bread. Ja, wat is dat een Nederlandse woord voor? Een garlic knoflookbroodje. Knoflookbrood. Garlic, knoflook. Bread, brood. Brood, ja. Zien jullie nog iets los? Nou, eet smakelijk nog allemaal. Dan was dit een dagje uit ons leven. Wacht, wat betekent fruit, hè? Hoezo? Nee, in het uitgelegd. Oplichterij. Waar wil je dat voor weten? Ja, gewoon vandaag. Ik was gewoon met allemaal mensen aan tafel. Yeah. En toen zeiden ze zo, ja, diegene moest op gesprek omdat ze fraude of zo. En toen vroeg ze allemaal aan mij, Guusje, wat betekent fraude? Ja, dat kan ook zijn spieken, afkijken, vervalsen. Ja, want ze dachten dat ik dat wist. Maar dat wist ik niet. Ja, fraude met toetsen, spieken, afkijken. Yeah. Maar anders is het oplichterij, toch? Ja. Ja. Nou, ik ben echt zo slim. Alleen niemand weet dat. Komt er nog niet echt uit. Hè? Maar op school niet, maar thuis wel. Goed zo, meisje. Je moet gewoon thuisschool hebben. Thuisonderwijs. Dat zien, hè? Ja. Zie je? Dat is wel. Kun je fraude plikken? Maar bij fraude heb ik geen fraude geplikt. Ik ben heel erg. Best dit. En zo, wat is fraude? Dit. Maar ja, ik zie, ja, je kunt hem lijmen hoor. Dat is helemaal niet erg. Deze toets. Maar hier is het. Ja, dat weet ik, schat. Dat komt omdat het van porselein. Maar toch gewoon met allemaal video's. Een soort steen. Maar nou, dit was een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 4 uur zijn we weer. En we hopen dat abonneer. Abonneer.